De renovatieplannen voor de Nijmeegse wijk Jeruzalem gaan door. 70% van de bewoners moest akkoord gaan met de bouwplannen en dat lukte. 73,6% stemde in. 220 woningen worden gesloopt en op de funderingen worden 220 nieuwe woningen gebouwd. Volgens de planning wordt begin 2021 gestart met de werkzaamheden. De 81-jarige meneer Riep is blij dat het eindelijk gaat gebeuren. Ik wel, ja. Want het is, ja, als je ziet hier nou de buurt, is gewoon, wordt gewoon minder. En als je die tuin allemaal ziet en de hekjes allemaal, dan zie ik veel beter dat het nieuwbouw wordt. Ik vind de boel zo gerenoveerd. En, ja, 39 jaar lang, nee, ik ga niet terug. Nee, want ik ben 81 en dan heb ik toch liever gelijksvloers. De buurt mis je natuurlijk en dan komt er 39 jaar, je kent ze door en door. En dus, ja. Alleen ja, er zijn natuurlijk een hoop mensen weggegaan en een hoop mensen die wonen al alleen. Ja, dat is natuurlijk rot. Wat ik het meeste ga missen, ja, ik zou het niet weten. Echt niet. Het is gewoon 39 jaar hier gewoond, dus ja. En ik ben al 24 jaar in de fut, dus